Nou, ik ben Floris Posmus en ik ben 17 jaar oud en ik maak messen, ik smeed en ik focus momenteel vooral op het maken van keukenmessen. Ik denk dat ik een jaar of 12 was dat ik voor het eerst een mes ging maken. En ik verzamelde al heel lang messen en op die leeftijd begon ik met het maken van messen omdat mijn ouders waren zo van, je hebt toch al zoveel messen, waarom zou je nog meer verzamelen? Toen ben ik ze zelf gaan maken en ik denk dat zo ben ik in aanraking gekomen daarmee. Nou, ik vind het mooiste dat je hebt zoveel ruimte om zeg maar echt vorm te geven. Je kan iets in je hoofd bedenken en je kan het helemaal waarmaken. Dus ik kan in mijn hoofd halen dat ik een bepaalde vorm voor een mes wil of hoe dat uit wil zien, hoe ik wil dat dat uit gaat zien, en dan kan ik hetgeen wat ik in mijn hoofd heb, kan ik waarmaken. Dat vind ik erg mooi. Compleet opgaan in hetgeen wat je mooi vindt om te doen. En daarmee bezig zijn en je daar volledig op focussen. Iets wat in je hoofd zit, met je handen maken. En dan uiteindelijk een gevoel wat je krijgt als je iets met je handen zelf hebt gemaakt. Dat geeft je zo'n euforisch gevoel. Dat is denk ik wel het allerpuurste wat je uit het smeden kan halen. Maar dat geldt voor iedereen die iets doet met zijn handen, iets maakt. Dan krijg je een ongekend geweldig gevoel van. Mijn vrienden vinden het gaaf. Ik heb een hele hoop vrienden die mij regelmatig komen helpen. Ik heb ook vrienden die dezelfde hobby hebben als mij, dezelfde passie. Ik heb ook vrienden die niet dezelfde passie hebben en het ook heel gaaf vinden. Oh, is dat niet die van mij? Nee. Nou, als die shit van mij dan. Ik heb absoluut aan mijn omgeving te danken dat ik dit kan doen. Doordat we zo hier wonen, ben je eigenlijk bijna niemand tot last met wat je doet. Maar dit is een hobby die kun je niet doen als je in een stad woont. Ja, dat kan wel, maar niet zoals ik het nu doe, zeg maar. Als ik smeed en als ik daarmee bezig ben, dan kan ik alle zorgen van die dag achter mij laten. Dan ben ik alleen en dan valt niemand mij lastig. En dan zit ik helemaal in mijn eigen wereld en dat kan af en toe wel heel erg fijn zijn en prettig. Ja, als je er zo voor gaat, als je zoveel aan het smeden bent, en dan kun je wel lichtelijk veranderen in een kluizenaar. En dan is het wel een soort van levensstijl. Thank you.
dat ik iets heb gevonden waar ik heb mijn, dus echt mijn passie, en daar ben ik wel achter gekomen het afgelopen jaar. Ik denk het feit dat ik dat gevonden heb, dat ik krijg er goede zin door als ik het doe. En als ik onrustig ben, dan kan ik mijn hoofd leegmaken. En, dus het heeft me. Ik heb een hele nieuwe wereld leren ontdekken van het smeden en allemaal die mensen die daarin zich bewegen, zeg maar. Het is eigenlijk wel een hele mooie wereld, want er zijn zoveel mensen die vinden dat meer jongeren zich zullen moeten interesseren hiervoor. En ja, dat stimuleer ik wel. Wie komt dadelijk? En Thomas kon ook vragen. Dat was het een hele leuke film. Ja, dankzij mijn ouders heb ik hier de ruimte en de plek om dit te doen. En de mogelijkheid. En mijn ouders laten me heel erg vrij daarin. En ik kan alles doen wat ik wil. En er zitten natuurlijk wel grenzen aan, maar de dingen die ik graag wil doen, die worden door mijn ouders mogelijk gemaakt doordat ik dat gewoon hier op deze plek kan doen. We hebben net een nieuwe hond. Ja? Ach ja, dat is een jachthondje. Ja, en we hebben ook nog Guus. Guus? Ja, die Sheltie. Loslaten. Had het met Jean en Ramon over onderwijs en bla bla bla. En eigenlijk realiseer ik me steeds meer dat het eigenlijk wel heel bijzonder als een kind van je zoiets onderneemt. Dat je er eigenlijk alleen maar reet trots op kunt zijn dat er kinderen zijn die dat wel het lef hebben om zoiets te doen. En ik had eigenlijk zoiets van, ik ga hem dat nog niet vertellen, maar... Nou, dat vind ik leuk om te horen wel. Ja! Maar ja, daarom wil ik dat ook proberen, denk ik. Toch, omdat niet veel mensen het doen. Ja, eigenlijk heel jammer dat weinig mensen dingen doen. En dromen hebben en die... Dat je soms niet anders kan. Ik zit in een echte, reguliere baan. Om dan pas te gaan doen wat ze willen. Ja, dan ben je een oude tanger en dan heb je toch daar geen zin meer in. Ja. Ja. Ja, dat is precies wat dan in zo'n gesprek door mij heen gaat. En dan net zo goed doen, hetgene doen wat ik wil doen als ik jong ben. Ja. Want nu ben ik nog jong en nu kan ik dat doen. Ja. Dus ik wil het ook proberen en ik hoop dat dat lukt. Maar ja. Dan heb je al een omschreven idee van hoe je dat wil gaan doen? Nee. Ja, perfect antwoord.
denk dat ik nooit kan zeggen dat ik iets voor altijd wil en dat met 100% zekerheid kan zeggen. Want ik weet niet hoe ik daar over 10 jaar in sta. Maar ik weet heel zeker dat dit iets is wat ik heel interessant vind. En dat ik over een lange tijd toch nog wel super geïnteresseerd daarin zal zijn. En dat er nog heel veel te ontdekken valt. En dat ik nog lang niet het einde heb bereikt. En ik denk dat ik ook niet stop hiermee totdat ik... dat het einde misschien in zicht is. Of ja, ja. Nou, ik heb wel het idee dat misschien een beetje bijzonder is dat er toch nog mensen geïnteresseerd zijn van mijn leeftijd in een ambacht. Maar ik vind het absoluut niet speciaal dat ik iets doe waar ik zelf van hou en waar ik voor ga. Ik denk dat het belangrijk is dat meer jongeren gewoon doen waar hun hart ligt. Het werk doen, gaan doen waar hun hart ligt. In plaats van iets doen waar ze goed mee verdienen. Dus nee, ik denk dat iedereen die een droom heeft en iedereen die iets wil, die kan dat doen. Dus ik denk dat in die zin is het niet zo speciaal. En ik heb daar ook hard voor gewerkt.